Dit is een bespreking van het kabinetsvoorstel in het Belastingpakket 2016 om de erfpachtlie structuren in de overdrachtsbelasting af te schaffen. Bij verkoop van een pand gevolgd door terugverhuur moet de koper over de volle waarde van het pand overdrachtsbelasting betalen. Bij verkoop van het pand onder voorbehoud van een recht van erfpacht mag de koper de gecapitaliseerde waarde van de verschuldigde erfpachtkanon op die waarde in mindering brengen. Deze lease structuur werd in de praktijk regelmatig goedgekeurd door de Belastingdienst. Het kabinet maakt deze structuur echter nu onmogelijk. Een erfpachtlease is vooral gericht op het besparen van overdrachtsbelasting. In economische zin wijkt dit echter niet wezenlijk af van een reguliere verkoop van een pand gevolgd door terugverhuur. Daarom stelt het kabinet nu voor om de grondslagvermindering niet toe te passen bij een verkrijging onder voorbehoud van een recht van erfpacht. Bij een dergelijke verkrijging wordt dus voortaan ook over de volle waarde overdrachtsbelasting geheven. Onderdeel van de maatregel is dat de grondslagvermindering ook niet kan worden toegepast als eerst het erfpachtrecht met behulp van een vrijstelling wordt voorbehouden binnen het verkopende concern, waarna de blote eigendom wordt verkocht aan een derde. Tijdens het vaktechnisch overleg kunnen de volgende vragen aan de orde komen. Vraag 1. Op welke manier wordt de heffingsmaatstaf bij de verkrijging van een recht van erfpacht belast? Vraag 2. Op welke manieren zou de blote eigendom vrijgesteld kunnen zijn overgedragen door het verkopende concern? Vraag 3 betekent deze maatregel de impliciete erkenning van de wetgever dat erfpachtlease structuren niet met vrouw's legies kunnen worden bestreden.